Board Games at Home. Ontdek, ervaar en speel. Sponsor van Lucky Bastard. Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard en welkom bij de spelletleg van Chateau. In dit spelletje dobbel je erop los om jouw kasteel gevuld te krijgen. Ben je de eerste die daarin slaagt, dan heb je dit spelletje gewonnen. Voor we overga overga naar de spelletleg wil ik er nog even meegeven dat mijn sponsor Board Games at Home... Een leuke actie heeft op de website, waarbij je met de kortingscode Lucky Discount 15% korting krijgt op eh, heel een gamma, buiten de escape rooms en de spellen. Dus surf zeker een keertje naar de website. Misschien is het wel een idee om Chateau aan te schaffen. Wil je weten wat ik ervan vind? Dan moet je ook zeker kijken naar de volgende aflevering van Bordspellen nieuws en reviews, waarvan je waarschijnlijk hier in beeld een link ziet verschijnen. Laten we eens van start gaan. Om een spel te kunnen beginnen, heeft iedere speler een stift nodig. En ook een kasteel. En je mag kiezen welk kasteel je neemt. Het zijn allemaal bestaande kastelen. En aan de achterkant zie je ook telkens een voorbeeld. En ook in welke plaats die, of ja, op welk land die terug te vinden is. En uh, ja, je kiest er gewoon eentje uit die jou aanstaat. Ieder kasteel heeft wel uh, dezelfde basisregels, maar heeft ook een unieke regel dat enkel voor dat kasteel geldt. En die staat hier in het symbolen, maar in het uh, boekje staat die ook omschreven. Daarover later meer. Dan moeten we ook de dobbelstenen klaarleggen in het midden van de tafel. En vooraleer dat we echt van start kunnen gaan, moet iedere speler eens bij zijn linker buurman kijken en daarin in dat kasteel iets gaan invullen. Dus je kan het eigenlijk aan jouw rechter buurman geven. En die gaat dan eigenlijk een vorm van 5 groot moeten invullen. Dit zijn de opties. Je kan niet zomaar eender welke vorm doen. En je mag niet waar in een kasteel noteren. Buiten op een vakje met een hamer. Dus dan moet je mij, de hamers, al de andere vakjes zijn toegestaan. Dus laten we nu zeggen bijvoorbeeld dat ik dat kruis ga tekenen. Of ja, weet ik, laat ik even een uh, kaartje van mijn buurman nemen. Dus laat ik het kruis nemen. En ik ga dat bijvoorbeeld hier zetten. Zo ben ik allemaal kruisjes aan het tekenen. Zo. Als iedereen dat heeft gedaan bij zijn buurman, dan kunnen we het terug doorgeven. En dan heeft iedereen dus een vorm van vijf groot in zijn kasteel getekend. En dan kunnen we het spel beginnen. Wordt gespeeld in beurten of rollen zijn. Iedere beurt begint met het rollen van de dobbelstenen. Het maakt niet uit wie de dobbelsteen rolt, iedereen noteert hetzelfde resultaat. En wat zijn de opties hier? Laat ik beginnen met de katapult. Dat is de enige waarbij we ook weer een beetje kunnen gaan pesten, want dan moeten we weer gaan kijken bij onze linkerbuurman of ons kaartje doorgeven naar rechts. En dan mag die buurman één vakje aankruisen, opnieuw. Dat mag geen hamersymbool zijn. Maar dat mag eender waar staan en je probeert dat zoveel mogelijk in de weg te zetten. Dus nu gaat mijn buurman misschien zeggen, oké okay, ja, ik ga dat hier in het midden van deze open ruimte zetten. Voilà, dat staat goed in de weg. En dan geef je terug. Vervolgens hebben we ook de zijdes van 2 of 3 groot. Dat is ook heel gemakkelijk, dat mag je in je eigen kasteel tekenen. En dan ga je dus die vorm van 2 of 3 ergens zetten. Je mag eender waar, zolang het maar past volledig. En je mag zelf wel je hamersymbolen bedekken. Wat dat doet, daar kom ik later op terug. Je kan ook andere symbolen bedekken, dat heeft weinig effect. Maar soms wil je ze misschien wel mijden. Laat ik nu zeggen dat ik een 3 bijvoorbeeld hier zet en een 2 bijvoorbeeld hier. En je mag altijd beide dobbelstenen noteren. Maar de katapult moet altijd eerst. Dat is ook niet zo moeilijk. En dan hebben we de 4 en de 5 vormen. Iedere keer dat je een 4 of een 5 gaat moeten tekenen, heb je eigenlijk de alle opties. Het staat hier ook genoteerd aan de zijkant. Dus ik moet geen vierkant tekenen. Ik kan ook zeggen ik wil een lange van 4. En dan doorstreep je die ook. En dan mag je die 1 erwaar zetten. Hetzelfde geldt voor die van 5. Dus iedere figuur kunnen we maar één keer gebruiken. Laat ik nu zeggen dat ik bijvoorbeeld hier deze doorstreep. En dan gaan we dat hier invullen. Ik weet niet of dat allemaal slim is. In dit geval heb ik nu ook een hamersymbool bedekt. Wat gebeurt er dan? Je mag één vakje naar keuze ook afkruisen. Nu kan ik bijvoorbeeld zeggen, die hier in de hoek, die staat daar niet goed. Of deze hier bijvoorbeeld, die staat daar ook in de weg. Dus dat kan je met een hamer doen. Dan heb ik nog één symbooltje dat ik nog niet heb besproken. En dat is het kroontje. Het kroontje, dat is misschien niet goed, maar misschien ook niet. En dat hangt een beetje vanaf van deze symbolen. Wel, je ziet hier de katapult staan, maar hier hebben we dus het kroontje. En dat zijn eigenlijk al deze opties, al deze icoontjes die we ook terug zien verschijnen in ons kasteel. En meestal in de meeste kastelen, maar er zijn uitzonderingen op de regels, zie je ieder icoontje drie keer. En dan kan ik dus een van die icoontjes kiezen. Laat ik nu zeggen dat ik deze stoel pak. Ik doorstreep die, want ik ga die toch niet meer nodig hebben. En dan mag je alle icoontjes die op dat moment nog zichtbaar zijn, mag je doorstrepen hè, of kruisen, wat je ook mag doen, wat je ook verkiest, maakt niet zoveel uit. Want ik heb er nu twee, drie hier nog zichtbaar, maar het zou kunnen dat de anderen al bedekt zijn. Dus dat zijn een beetje de basisregels. Nu, stel nu dat je iets rood dat je niet kan of eventueel niet wil zetten, dan mag je ook altijd één vakje naar keuze aanduiden. Dat gaat natuurlijk niet bij een katapult, dan moet de tegenstander bij jou gaan tekenen. De bedoeling is om als eerste dit gevuld te krijgen. Zijn er meerdere spelers die in dezelfde ronde erin slagen om elk vakje aangeduid te hebben, dan. Win je eventueel samen te zijn. Eén speler slechts één van beide dobbelstenen heeft gebruikt in de laatste ronde. Als die met één dobbelsteen genoeg had, dan wint die speler. En dan kan het zijn ook nog dat er meerdere winnaars zijn. Nu het is wel belangrijk, iedere keer dat je iets tekent, moet je de volledige vorm kunnen tekenen. Het zou kunnen dat je niet voldoende plaats hebt. Je mag niet over andere kruisjes opnieuw gaan tekenen. En je mag natuurlijk ook niet buiten de lijntjes gaan tekenen. Dus sommige vormen gaan gewoon weg niet passen. En dan moet je natuurlijk voor het alternatief kiezen van één vakje aan te duiden. Laten we het hebben over de speciale regels. Ieder kasteel heeft dus zijn speciale regel en die staan hier op vermeld. Dus dat zijn alle speciale regels. En uh, je ja, ziet het ook in icoontjes. In dit geval zou ik bijvoorbeeld tot drie keer toe, en dan ga je iedere keer aanduiden hier, mag ik een, als ik een 2 rol, mag ik een 4 uh, kiezen. Mag dus een van deze vakjes kiezen. Nu, je moet die ook doorstrepen. Dus dat is misschien niet uh, de meest geweldige eigenschap. Maar niet ieder kasteel is even groot ook, dus ik denk dat de eigenschappen en de grootte van het kasteel met elkaar verbonden zijn, zodat iedereen een gelijke kans heeft om te winnen. De spelregels hebben het ook over een rondreisvariant, dan ga je deze kaart erbij moeten nemen. En dan ga je dus eender waar kunnen beginnen, bijvoorbeeld laten we nu Buckingham Palace nemen. Dus Buckingham Palace is nummer... hoe moet ik even kijken... hier, nummer 4. Als ja, logisch. Ik kan eigenlijk gewoon kijken naar het land waar ik moet zijn. Dus in Engeland bevindt Buckingham Palace zich. En in Londen, meer specifiek. En daar kan ik dus bijvoorbeeld vertrekken. Ik kan één vertrekken. En dan zie ik na, dan moet ik daarna het groene lijntje volgen. En dus dan speel je eigenlijk verschillende rondes na nou, Buckingham Palace. Maar daarna ga ik naar nummertje 8, dat is Muiderslot. En daarna ga ik volg ik nog altijd de groene lijn naar nummer 10, dat is Slos. niet gereden. Dus dan doe ik die drie achter elkaar. Iedere keer dat je een spelletje wint, dus als je eerst het kasteel af hebt, krijg je twee punten. Speel je gelijk, heb je één punt. Dus na drie potjes probeer je dan eigenlijk de meeste punten te verzamelen. Zo werkt de rondreis. Laat ik nog eens even bladeren door alle mogelijke kastelen die we kunnen hebben. Ik ga niet alle eigenschappen overlopen, maar je ziet wel dat er heel anders zijn. Hier bijvoorbeeld de iets bijzonder, chateau Chinon. Dus er zitten echt allemaal verschillen tussen de grote. Hier heb je twee kastelen bijvoorbeeld. Dan moet je ofwel links of rechts gaan aanduiden jouw vormen. heb ik vorige keer ook mee gespeeld. Ah ja, hier heb je gewoon overal van ieder icoontje eentje extra. Het zijn soms kleine dingen. Ze zijn niet allemaal even makkelijk of moeilijk. Maar je hebt gewoon heel veel variatie qua vorm en qua eigenschappen. Dus dat zijn ze eigenlijk allemaal. Als ik nog even. Ja, voilà. Dat zijn ze allemaal. Dat was het allemaal wat betreft de spellen, Leg Mocht je er nog vragen hebben, stel ze gerust hier beneden in de commentaren. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye. Dan wil ik jullie nog bedanken om te kijken naar dit filmpje. Kijk ook zeker even naar de andere filmpjes op mijn kanaal. Hier zie je er al twee Waar dat je op kan klikken. Klik, klik, klik. Abonneer Dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.